Draag buiten mondmasker als je mensen tegenkomt en ook als je gewoon eens aan de dingen zijn aan het wandelen. Ik zal nog niet eens weten waar. Zo jongens, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Vandaag weet ik nog niet. Al weet ik wel dat wij ergens gaan over praten zoals jullie aan de titel zien, maar dat gaat nu nog niet zijn. Dat gaat waarschijnlijk na dat ik doe wat ik subiet wil doen. Dus ik ben van plan om vandaag 2 of 3 gameplays op te nemen. Want ja, gewoon dat ik een paar gameplays heb. En dat zal waarschijnlijk dan GTA zijn dat ik wil opnemen. Waardoor dat ik al mijn GTA video's dan al heb opgenomen. Er zullen nog maar een paar zijn dat ik moet opnemen, heb ik gezien. En dan mijn Lego City zijn er ook nog een paar. Maar die ga ik pas doen als ik mijn GTA heb gedaan. Behalve als ik mijn GTA woensdag nog niet klaar heb. Al mijn GTA afleveringen woensdag nog niet klaar heb. Dan ben ik wel van plan om aan een gameplay te maken. Ja, straks komt er ook nog een gameplay normaal online. Ja, van GTA. Dus ja. Maar jullie snappen het wel ongeveer, denk ik. Dus ik ben van plan om mijn GTA gameplays dan op te nemen. En als ik tegen woensdag nog alles niet klaar heb, dan wil ik wel dat andere opnemen, Lego City. Want dat moet op vrijdag geüpload worden. Dus daarom dat ik dat woensdag wil opnemen, dat ik nog tijd genoeg heb voor dat te editen. En die GTA, ja, die wil ik dan in de week zo afronden. Want ik denk niet dat nog veel afleveringen zijn dat ik moet er maken. En dat is makkelijker. Dat is gewoon screen recorden langs de computer. En ja, dat is het makkelijkste. Dus ja, op dat. Bij Lego City moet ik nog eerst de webcam klaarzetten voor de Lego City. En dan nog voor mijn webcam. Dus ja, dat is wel wat moeilijker dan tegenover dingen. En GTA is ook wel wat kortere gameplays. Behalve de laatste. Ik denk dat ik de laatste. Want ik heb gehoord dat nu voorbereiding is dat je dan doet. En op het laatste, een paar minuten, dat je dan echt de heist doet. En ik ga vanaf dat het heist echt begint, ga ik spelen tot de heist gedaan is eigenlijk. Dus dat kan 50 minuten duren, dat kan een uur duren, dat weet ik niet. Dat kan zelfs korter duren ook, denk ik. Ik zie jullie weer terug. Tot ziens. Tjoo jongens, ik ben terug. Ik heb toch besloten om geen gameplay vandaag op te nemen. Omdat ik anders, ja, niks te doen heb in de week. En ik hou ze wel van een uitdaging van donderdag een video maken. Of hoe? Of woensdag een video maken, donderdag editen. Tegen vrijdag online zit. Ik hou daar zo wel van. Van zo'n spannend moment. Oh, wow. Stapt op het scherp. Maar ja, maakt niet uit. Waar dat ik het dus ging over hebben. Ja, dat jullie al gelezen hebben in het nieuws. Dat er een nieuwe variant van de corona is aangekomen. Of hoe dat je dat ook noemt. Gewoon is gekomen. En dat daar erger of ja, erger niet denk ik, maar wel gevaarlijker of ja, erger dan ook. Ja, ik weet niet hoe, maar ik heb gewoon gehoord dat een nieuw variant van coronavirus is en dat dat gewoon ook gevaarlijk is als corona, maar misschien nog gevaarlijker. Dat weet ik nu niet. Dus ja, zo goed ben ik voorbereid. Ik weet wel dat het, waar was het nu weer? Het land. Ik begin met Brussel.
Brus, nee, toch? What? What is happening with me? Dus wist ik daar nog zoveel van en nu ineens niet meer. What's happening? Wacht, ik ga het even opzoeken, dat gaat beter lukken. Oei, die staan te hoog waarschijnlijk. Val, ik ga het opzoeken. Opzoeken, jawel, jawel, jawel. Even wachten, jongens. Het nieuwe corona variant. Hoe noemt het? Oei, de minuut wacht is. Ah, het Britten variant. Oh, dat was het. Britten, waar ligt dat? Brit. Ja, de nomad sta hier op het Britten variant. Meer weetjes over. Ik ga het even laten voorlezen. Het is makkelijker voor jullie, want jullie verstaan er toch een klote van als ik lees. De voorlezer. Opzetten, serie stemmen soort van. Wait a minute, even wachten. Sorry, ik weet niet hoe dat mijn camera staat. Staat mijn camera goed? Wacht, ik even zien dat mijn camera goed staat. Dan heb je nog een focus, dus waarschijnlijk wel. Ik hoop dat het goed staat, anders heb je die pech. Ik heb geen lichtje hier in de buurt. Allee jongen. Zo staat hij goed. Zo denk ik wel dat hij goed staat. En anders niks. En hier. En de titel. Opza. Antwerpen, de Britse, veel besmettelijkere variant van het coronavirus, begint zich sneller te verspreiden, maar het agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde in de provincie Antwerpen, in samenwerking met het UZA, een nieuwe extra test die de variant sneller opspoort. Daardoor stijgt de kans dat we een uitbraak nog kunnen indijken. Dus, wat ze daarmee bedoelen in makkelijke woorden gezegd, het is een erger, maar ze proberen tests te maken, waardoor dat, ja, het rapper wordt gevonden, en ja, zo hoort dat dan, hè. Een sterker variant, dus meer oppassen, jongens. Ik blijf het zeggen, draag een mondmasker. Ik draag er nu geen omdat ik hier in mijn kamer zit, maar draag buiten mondmasker. Als je mensen tegenkomt en ook als je gewoon aan de dingen zijn aan het wandelen. Ik zal nog niet eens weten waar dat je zijn aan het wandelen in een dorp waar dat je niet moet zijn. Dat weet ik zelfs niet wat je daar staat te doen, want daar worden allemaal niet naartoe. Dat weet ik nu niet. Maar ja, ik blijf waarschijnlijk een van de dagen terug thuis. Al zegt de school van niet thuis te blijven, toch blijf ik thuis, jongen. Ik riskeer dat niet, hè. We zullen nog wel zien wat mijn school gaat zeggen. Daar hou ik jullie ook van op de hoogte en zo. Ja, ik zat er vandaag wel in mijn hoofd mee. En dat is, ja, dat is irritant als dat in je hoofd zit, hè. Ja. Daar was ik zo wel van. Ja, dat kan blijven duren, jongen, echt. Dat is irritant. Maar ik denk dat iedereen het wel irritant vindt. Alleen denk, ik ben zeker dat iedereen dat wel irritant vindt. Maar ja. It's me on the do that, hey? Dus daarom dat ik zeg, mondmaskers dragen en goed uw handen ontsmetten. Ik doe dat ook. Beloof, echt, ik doe dat ook, jongen. God, nu weet je hoeveel keer dat ik mijn mondmasker vergeet, maar toch nog altijd pak. Hoeveel keer dat ze zeggen van handen ontsmetten en dat ik die al ontsmet heb eigenlijk. En dat ik daar zo sta, dat ik mijn handen al ontsmet heb en nog eens dubbel laat ontsmetten. Dat ik tegenwoordig al niks meer zeg, nog eens dubbel laat ontsmetten, zeg ik kan doen. Ik kan altijd geen kwaad. Het zijn altijd stomme dingen dat krijgen. Ofwel die zelf
van zichzelf niet weten dat ze het hebben. Ofwel het niet willen zeggen, en ja, dan heb je het ook zitten. Of in de winkel, als je gewoon in de winkel aan het wandelen bent, kun je het ook gewoon krijgen. Ik ken niet precies iemand dat dat gekregen heeft, maar ik heb wel eens gehoord ergens dat er iemand corona had gekregen door gewoon in de winkel rond te wandelen. Met mondmasker, zonder mondmasker, dat weet ik niet. Maar gewoon heel goed oppassen als je bij de mensen staat. Die kwam ook nooit buiten, dacht ik dat ze zei. Dus ja, let goed op wat je doet. En ja. Nieuws, ik heb jullie weer geholpen. Ik weet niet of het al loopt, maar de mensen dat ermee bezig zijn met de reclame te verspreiden, ik heb jullie weer geholpen. Met die 50 mensen dat er naar mij hebben kijken. Eigenlijk bijna 60, maar ja, ik tel er altijd 10 af. Waarom, dat weet ik ook niet. Ach ja. Ja, ik probeer iets te doen. Maakt niet uit. Ik speel gewoon wat met dingen. Maar ja, ja, dat nieuwe variant is irritant. Ja. Ik ga even kijken hoe lang mijn camera nog kan lopen. Wow, ik ben alweer 8 minuten aan het praten. Dit kan toch niet? Ach ja, ik zal je biedt terug. Ik ga geen gameplay opnemen of dat. Dat weet ik nog niet zeker. Ik ben altijd sinds niet van plan. Als ik nu straks nog een gameplay ga opnemen, zeg ik het wel, maar ik denk het niet. Maar ik zal je biedt terug. Ik kan even tv zien. Tot de servers. Random. Een random shot, man. Het is niet dat ik goed beliefd ben. Dat doet Don altijd in zijn vlog. Kijk, hoor, dit is een stuk van het Don zijn vlog. En dit is mijn versie. Wacht, ik ga dat nieuw laten spelen. Allee. Kijk, dit is Don zijn versie. En daarna komt mijn versie direct, hè. Hoor, dit is Don zijn versie. En nu mijn versie. Tot zover. Maar toen was ik in slaap gevallen, ja. Ik ben gewoon slaap gevallen. Dus ja, het is morgens. Het is nog altijd donker. Ik ga de vlog eindigen, want ik heb niet zoveel tijd. Ik zie jullie morgen terug. Eigenlijk vandaag, want ja, ik ga die vlog vandaag opnemen. Maar ja, binnen 24 uur komt deze andere vlog pas online, die dat ik nog moet opnemen. Snap je jullie ongeveer? Dus ik zie jullie morgen terug. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Druk ook of op de beltje naast de abonneerknop. Maar zeg, zie ik je morgen terug, sorry. Dan zeg ik zoals altijd, GG out.